Heungs met What Will I Do. Straks gaan ze nog uitgebreid van ons spelen. Dag allemaal, gelukkig nieuwjaar en welkom bij de allerlaatste smaak. We kunnen u niet meer wekelijks op de hoogte brengen van hetgeen dat te zien is in de theaters. Dus we gaan u een voorproefje geven van alles wat er in dit voorjaar te zien is. We hebben een paar grote namen hier op de gang staan. We vroegen ze en ze zijn gekomen. Geeft u ze een warm applaus. Linda van Dijk, Henriette Tol, Gerard Cox, Nettie Blanke, Ina van Vaassen, Jetty Martinen, Wil van Kralingen, Edwin de Vries. En de eerste gasten van vanavond, Jasperien de Jong. Ga zitten. Hartelijk welkom. Dankjewel. Ik zal ze eerst even uitleggen. Het is dit jaar, precies 100 jaar geleden, dat ze werd geboren. En ze is inmiddels alweer 10 jaar dood. En ik heb het over de legendarische Marlene Dietrich. U weet wel van Ich bin vom Kopf bis Fuß auf Liebe eingesteld van Der Blauwe Engel. Daar werd ze wereldberoemd mee. En vanaf februari gaat er een muzikale theaterproductie in première met onze eigen diva, Jasperine de Jong. Ik ben zo blij dat u er bent. Ik ben heel benieuwd. Marlene Dietrich, we 90 jaar. Marlene. Iedereen in Nederland zegt Marlene. Gek is het, hè? Maar het is Marlene. Marlene. Ja, het is eigenlijk veel Duitser. Marlene Dietrich. Marlene Dietrich. 90 jaar is ze geworden. Hoe vertelt nou deze voorstelling? Dit is een voorstelling, begint in haar kleedkamer. Ze bereidt zich voor op haar show in Parijs. Het is haar 5e wereldtour, dus ze is al behoorlijk oud. Ah, ja. Geen enkele moeite kost het me om haar dan te spelen. Oh. En nou wil ik een compliment, maar goed, laat maar. Ja. Zij is aan het kankeren dat ze weer moet. En ze is moe en ze vergeet dingen. Enfin, al die dingen die wij allemaal kennen als je optreedt. Je denkt van, oh, waarom doe ik dit in godsnaam? Ik wil naar huis. Nou, dat gaat allemaal door haar heen en dat merk je ook. En ze haalt herinneringen op. En dan uiteindelijk, ja, er zijn allerlei andere leuke scènes nog. Uiteindelijk mondt het uit in een optreden. Ja, van een half uur, ja, hè? Minstens. Hè? Met die prachtige jurk en die prachtige... En ook met die prachtige belichting. Dat hoop ik van mijn zoon, de belichting. Precies, dus ik zag het staan, pelle herfst. Ja. Ik reken erop dat het prachtig wordt. Ja. Want Marlene die had natuurlijk iets op te houden ook. Hè? Dat was natuurlijk, daarom was het natuurlijk ook extra zwaar voor haar. Want ik ben 42, het enige wat ik van haar weet is Krankare de Disc. Helemaal vastgeplakt, ja. Helemaal alleen maar zo het licht pakken. Dit. En helemaal het licht pakken. En volgens mij viel ze al bijna uit elkaar. En toen dacht ik al, dat moet je toch... Wanneer was dat Krankare de Disc? Nou, dat zal een 66 zijn geweest. Nou, ik dacht dat het 63 was. Toen was ze dus 62 en... Dan val je nog niet uit elkaar. Nee. Ik heb een show gezien van haar uit 73. Dan had ze dat nog veel erger. Dan was de lip ook een beetje scheef. Ja. Maar die ga ik niet spelen, want dat is zo lastig voor me. Ja, precies. Ja, heel moet ik dat niet doen dan. Zeg, maar wat voor vrouw was het nou? Was het... Nou ja, wat ik weet van haar, kan ik je nou wel even vertellen. Maar dat heb ik ook uit boeken natuurlijk. Ja. Ik heb haar nooit zien optreden. Het is een zeer professionele vrouw. Altijd geweest in alles. En daar kan ik me altijd heel erg in vinden, want daar hou ik van. Hè? Mm. Als je werkt, dan doe je het ook heel goed, ja. Vind ik. En dat had zij ook heel erg. En daarbij, naarmate ze ouder werd, kreeg ze ook een soort smetvrees. Dus ze maakte, dat doe ik dus ook in de show, zelf de kleedkamer schoonmaken. Oh. En op de knieën en dan helemaal borstelen, alles. Oh. En, dat verwacht je helemaal niet. Ja, dat is heel raar. Dit soort dingen had zij allemaal. Ja, ik merkte, verleden jaar heb ik een cd van haar gekocht. Toen dacht ik, oh, ze is eigenlijk... Ik dacht dat ze een veel betere zangeres was. Maar ze was eigenlijk meer een zingzeg. Nee, zij was helemaal geen goede zangeres. Ze was eigenlijk meer een actrice. Ze zingt ook altijd een beetje eronder. Maar ze interpreteert de teksten uitstekend. Echt heel prachtig. Ja, zaak meer voor die bloemen zien. Dan begin je ook weer te huilen en zo. Ja. Is er iets in haar leven waarvan u denkt, nou, dat heb ik wel gemeen met haar? Behalve dat hele professionele. Nou, dat vind ik al genoeg. Ja. Nee, kijk, haar persoonlijk leven was natuurlijk niet zo denderend. Dat wil zeggen, dat vond ze zelf niet. Maar ja, het was een vrouw die mannen verzamelde. Ja. En dat heet dan bij vrouwen heet het dan nymphomanen. Ik weet niet of je dat zo kunt zeggen bij een vrouw. Want waarom is het bij een man niet? Bij een man mag het dan. Nee. Maar zij haalde al die mannen binnen, bezat ze. Ja. En was ook kwaad als ze dan
een vrouw nam met wie ze gingen trouwen en kinderen krijgen. En daar was ze eigenlijk woedend over. Tenminste, dat heb ik in al die boeken gelezen. Ja, ja, het was een bezitterig mens. En ze deed dat eigenlijk om maar te voelen, ik ben nog jong en begeerlijk. En dat deed ze nog op de 70ste. Ja, en dat vind ik dus ook wel... Dat vind ik een beetje... Dat sneu is dat ook. Ja, nou ja. Ja, en ik ook heb dat... dan iets van wat een vermoeiend leven. Oeh. Heel erg. Je speelt het niet alleen, met Doris Baten. Doris Baten. Met z'n tweeën vullen jullie dat toneel. Ja, 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 ja. En dan het laatste half uur is het een prachtig... Doris Baten speelt de... Ja, hoe moet je het noemen? Mijn assistente speelt ze, maar ze is tevens de blik... waardoor het publiek ook de voorstelling ziet. Dus zij vertelt eigenlijk het verhaal, maar ik speel het dan. Zo zou je het kunnen zeggen. Maar het is geen vertellersrol. Door haar ogen zie je hoe Marlene in elkaar zit. Ik vind het spannend. Het lijkt me een ontzettend spannend. Spannend. Wat is nou het mooiste nummer? Waar kijkt u nou het meest naar uit om te zingen? Ja, kijk, ik zing in het concert. Zing ik haar liederen die zij ook in haar concerten zong. Maar ik zing in het stuk ook zo nu en dan een lied. En dat vind ik een van de mooiste liederen. Is... Ich weiß nicht zu wem ich gehöre. Oh ja, dat klopt. Ich glaube, ich gehöre nur mir ganz allein. Ja. Ja, dat vind ik wel helemaal op haar passen. En Allein in einer großen Stadt vind ik ook een heel mooi nummer. Ik zing dus wel veel Duits, maar ook veel Engels. Ja, ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Het gaat in februari in première al. Ja. Dus ik wens u veel speelplezier en heel veel succes. Maar dat zal wel lukken. Dank u wel dat u hier wilde zijn. En wat je zingt, dat ben je zelf. En dat is de titel van een cd met prachtige cabaretteksten. En die cd is opgenomen, eindelijk, hij zingt weer, Gerard Cox. En hij gaat nu ook voor ons zingen. Het is een lied van Jules de Korte. Op de cd wordt hij begeleid door Erik van der Wurf. En hier is hij met het lied Het Bruidspaar, Gerard Cox. Het jonge paar kwam stijf gearmd van het stadhuis, geëscorteerd door slechts een paar familieleden. Er zou geen bruiloft zijn omwille van de vrede, alleen een heel bescheiden schijnreceptie thuis. En in de ouderlijke woning van de bruid kreeg iedereen een kopje thee en een gebakje. Er waren vier felicitaties plus een pakje. En na een uur liet men de laatste gasten uit. Toen was het allemaal gelukkig weer gewoon. Ze gingen zwijgend naar hun zolder met z'n beiden. Maar niemand zag hoe hij haar troostte toen ze schreide. En vijf maanden later werd ze moeder van een zoon. Die kreeg de namen van papa aan vaders kant, als een gebaar van goede wil aan de familie. Men stuurde kaartjes rond naar ieders domicilie en plaatste voorts een advertentie in de krant. Wel nu, de enige die kwam was Truus van Hoof, en alle anderen lieten taal nog teken merken. Die zaten zondags vroom en vredig in hun kerken, om God te danken voor hun spijkerhard geloof. Wat een mooi liedje, wat een prachtig liedje. Paul de Leeuw zei ooit, Gerard Cox is de beste Nederlandse liedjeszanger. En dat ben ik met hem eens, maar waarom horen we hier nu zo weinig zingen? Dat zou dan moeten komen omdat ze het niet draaien. Want ik maak regelmatig cd's nog steeds. Ik heb twee jaar geleden nog een cd gemaakt met Eddie Owens. En dit is dus een soort eerbetoon aan het Nederlandse lied van de vorige eeuw. Ja, want het zijn allemaal hele oude liedjes ook, hè? Tot, nou, ik zeg maar, van Speenhof en Jacobs tot en met Toon Hermans. Dus het eindigt een beetje in de jaren 80. Ja. Jules de Korte, dit is ook een liedje van Jules de Korte. En daar... Ben jij nogal dol op die liedjes, hè?
Ja, Jules is naar mijn idee de godvader van het Nederlandse lied, zeker na de oorlog. En ja, van de duizenden liedjes die hij heeft geschreven zijn er zeker 100, misschien wel 200 van een zeldzame schoonheid. Ja. Hoe is deze cd nou uiteindelijk tot stand gekomen? Om het heel kort te vertellen zong ik een liedje van Speenhof, Het waren twee zoete gelieven, op de televisie bij een of andere gelegenheid. En toen kwam er in de platenwereld, dat geloof je misschien niet, maar kwam er iets tot stand van we moeten dat oude repertoire nog eens één keer vast laten leggen. Want dat zal waarschijnlijk de laatste keer zijn. En we hebben dat gedaan met Erik van der Wurre van de piano en die heeft dat werkelijk briljant gespeeld. En samengesteld met Kik van de Veren? Ja, ja. Kik van de Veren is zeg maar de, hoe heet dat, producer. Ja. Nou, ben je natuurlijk ontzettend succesvol in de televisiering, acteur van Toen was geluk heel gewoon. Maar ja. Kom je nou nog terug in de theaters ook nog met zo'n mooi liedjesprogramma? Ik heb afgelopen zaterdag in Utrecht op de muziekdagen 2 keer een uur gezongen. Met Bert Nicodem, mijn pianist. En dat was uitstekend, is dat bevallen. Ja. Maar ja, ik kan niet alles tegelijk. We zitten 26 weken te schrijven en 26 weken op te nemen. Ja, en toch moet je het doen. Je moet toch weer terug in het theater. Echt. Ik ga mijn best doen. Oké. Dankjewel dat je er was. Gerard Kort.